Leuk dat je kijkt naar een extra lange AZ-TV-uitzending waarin we uitgebreid gaan terugblikken op het afgelopen seizoen. Met natuurlijk speciale aandacht voor het nieuwe dak op het AVA-stadion. Ons huis, ons thuis wordt weer hersteld, wordt weer gemaakt. Maar er gebeurde natuurlijk nog veel meer. De Wit! Oh, daar de 1-0 voor AZ! Volgens mij werden we ook in alle media daarna werden we Italiaanse Catenaccio-ploeg genoemd. Goedenavond. Fox Sports vandaag op 5 december en de grootste surprise komt uit Alkmaar. Trainer Arne Slot is per direct uit zijn functie ontheven bij AZ. Toen kwam ik hier beneden aan en toen was er al behoorlijk wat rumoer. Arne die was eigenlijk alweer vertrokken en ik heb hem ook niet meer gezien. AZ begint het seizoen in augustus voor de tweede voorronde van de Champions League. Over één wedstrijd moet er in eigen huis worden afgerekend tegen het Tsjechische Viktoria Pilsen. Uit de tweede lijn en zomaar wordt Bizotta verrast door die uithaal. Werkelijk uit het niets. Viktoria Pilsen thuis was een spannende wedstrijd. Daar hadden we hoop door te gaan, verwacht door te gaan. Alleen dat was een moeilijke wedstrijd tot aan de laatste minuut. Er is wel wat druk van AZ in die slotfase. Gaat het ook wat opleveren. Heel veel mensen nu in het 16 meter gebied van Pielsen. Hij daar komt weg. En Koopmanson. En net naast. Koopmeiners. En daar komt nog Druif. En die wil nog een penalty. En die krijgt hij ook. Het is een strafschop voor AZ. Lichte valpartij was het volgens mij zo'n beetje ergens. Een beetje vaag. Maar was niet minder mooi. We kregen in ieder geval de penalty die we nodig hadden. Duel Koopmeiners Roeska. Koopmeiners raak onberispelijk 1-1. We gaan verlengen. Gelukkig konden we door de penalty alsnog de verlenging in de winnen. Hier komt dan de dieptepaas. Is het geen buitenspel? Dan is het 2-1 voor AZ. Want de vlag blijft omlaag. Ik denk dat daar wel het meeste van afhing. En volgens mij was het die wedstrijd dat als we die zouden verliezen, dat we helemaal geen Europa zouden hebben. Dus ja, je kan wel zeggen dat daar het meeste op stond. Hier is Boadou, terug naar Koopmanson. Nou, maakt hij dan alle onzekerheid een einde? Dat doet hij, en dat doet hij fraai ook. En zo wordt het 3-1. Het feit dat je dat nog een soort van over de streep moest trekken, was ergens ook nog wel een frustrerende gedachte. Als je uiteindelijk als nummer 2 genoteerd wordt en voorom de Champions League gaat spelen. We speelden niet top, die wedstrijd, maar het was wel direct gewoon lekker om zo het seizoen te beginnen. In ieder geval met een belangrijke overwinning. Dat je sowieso zeker was voor Europees voetbal. Iedereen was helemaal kapot na die wedstrijd. Het was natuurlijk mentaal zwaar. Het was de eerste echte wedstrijd na maanden van niet spelen. Ja, dus dan komt er wel een stukje euforie in de ploeg. En dat is wel terecht, denk ik. Met een mooie overwinning op zak stapt AZ begin september in het vliegtuig naar Oekraïne. Voor de derde voorronde van de Champions League tegen Dynamo Kiev. Om een ronde verder te komen, moet er gewonnen worden. In het grote lege stadion in Kiev gaat AZ in de aanval. En komt de bal terecht bij Goodmundson, die hem op de voet lepelt van Boadou. Maar de scheidsrechter geeft meteen al aan, de bal is achter geweest. En dat klopt, helemaal over de lijn. Dan dit moment, hier is geen overtreding. En dan is hier Gerson Rodriguez, de oudspeler van Telstar. En dan is Bizot geklopt. We hadden volgens mij, wat ik me nog weet herinneren in die wedstrijd, best een aardig spelaandeel. Alleen, we werden ook in die wedstrijd geconfronteerd met de wetten van het topvoetbal. Dat als je op cruciale plekken de bal onnodig verspeelt, dat het ook genadeloos afgestraft kan worden. Mietje, die levert zomaar in. Ik geloof dat wij... zoals ze dat noemen, denk ik, onwijs jonge, gretige, frisse honden waren die daar een resultaat wilden boeken. En wat ik me nog bijstaat is dat hun gewoon onwijs zakelijk, professioneel die wedstrijd in zijn gegaan en eigenlijk ons op die manier hebben afgetroefd. AZ gaat proberen wat terug te doen met Stenks en Idrissi jaagt de bal dan over. En hier is weer Dynamo Kiev. Gerson Rodriguez en de voorzet. Bizot met één handje slaat hij de bal zo op het hoofd en is het 2-0. De wedstrijd in Kiev die domineerden we en daar vonden we
Ja, achteraf helemaal gezien, maar ook tijdens de wedstrijd, dat we die gewoon hadden moeten winnen. En dan maken we fouten en zijn we niet effectief genoeg. En ja, dat kost ons Champions League voetbal. De Wit kopt de bal tegen keeper Boeskan op en dan gaat hij tegen de lat. En ook Boadu kopt hem weer op de lat. En blijft het 2-0 en is AZ uitgeschakeld in de Champions League. Ja, als je dan zo'n wedstrijd verliest, als je ook het gevoel hebt dat het niet nodig is, dan is dat gewoon, ja, gewoon zonde. En dan heb je natuurlijk nog wel Europees voetbal, maar je baalt wel dat je niet Champions League speelt. Ja. Het heeft even pijn gedaan, maar voor de rest denk ik dat we alweer heel snel door moesten. We gingen wel gewoon Europa League in en dat was voor ons ook gewoon heel belangrijk om daarin te presteren. Dus ik denk niet dat we er heel lang mee zaten. Tuurlijk baalden we op dat moment heel erg, maar daarna was het gewoon weer snel koppen bij elkaar en gewoon focussen op de competitie en Europa League. De wedstrijd in Kiev betekende niet alleen het einde van de Champions League. Het was ook de laatste wedstrijd in de voetbalcarrière van Ron Vlaar. Vlaar met betonnen kop. De centrale verdediger kreeg te maken met een vervelende knieblessure en besloot een punt achter zijn carrière te zetten. Toen ik die wedstrijd gespeeld had, toen had ik niet verwacht dat het mijn laatste wedstrijd zou zijn. Ik denk niemand. Alleen in die periode daarna, ja, kreeg ik toch wat last van mijn knie. En moest ik ook geopereerd worden zelfs. Ja, en is dat eigenlijk niet meer goed gekomen, eigenlijk simpel gezegd. We hebben hem toen met z'n allen echt richting dat moment van Kiev weten op te werken. Want dat is natuurlijk gewoon een zeer belangrijke speler voor ons. Dus ja, op dat moment valt hij weg. En dan hoop je eigenlijk dat hij gewoon weer op kan trainen en vervolgens weer van waarde kan zijn voor het team. Maar dat bleek helaas niet zo te zijn. Vlaar, fantastisch. Elke keer ga je doelen weer verleggen wanneer je terug zou willen zijn, bijvoorbeeld. En uiteindelijk was dat na mijn operatie van oktober was het, denk ik. Dat je denkt van, nou oké, januari wordt wel een flinke maand met die topwedstrijden. Door die corona was dat allemaal zo bepaald. Dat in die maand zeg maar alle topwedstrijden zouden zijn. Nou, het zou wel tof zijn en mooi zijn als ik daarbij kan zijn. Dus dan reageer je daarop. En uiteindelijk was ik ook wel, begon ik goed in die maand. Maar ja, al heel snel liep ik weer achter de feiten aan. Ik kan me nog herinneren dat we zelfs nog wel hebben gezeten met onze fysieke man en de medische staf om te kijken van oké, wat kunnen we nou doen? En dat was zelfs nog rond de jaarwisseling. Wat kunnen we nou nog doen om ervoor te zorgen dat Ron toch richting 60 minuten speeltijd kan werken en toch nog van waarde kan zijn op het veld voor ons? Ja, en toen zat er een week tussen waarin er weer iets misging. En toen is het balletje eigenlijk gaan rollen richting de kant van het zit er waarschijnlijk wel op. Normaal joggen was al eigenlijk een uitdaging. Dus gewoon rechte lijnen lopen op een sukkeldrafje, bij wijze van spreken. En toen dacht ik wel van, ja, weet je, wat ben ik eigenlijk aan het doen? En wat is het nog waard, zeg maar? En ja, wat kan ik er eigenlijk nog uithalen? En ja, toen MRI laten maken. En toen kwam eigenlijk wel de bevestiging dat het, wat ik eigenlijk al wist en wat ik eigenlijk al voelde aankomen, dat het gewoon klaar was. Het was een moeilijke beslissing en voor hem heel emotioneel, omdat hij zelf nog heel graag wilde. Hij wilde heel graag nog een keer, ook dit seizoen, laten zien dat we, ja, dat we iets speciaals konden presteren met elkaar. Ja, dan is het jammer dat dat al vrij snel teniet wordt gedaan door de blessures. We hebben onlangs zijn afscheidsspeech hebben we hier gehad. Nou, dat was zeer indrukwekkend als je kijkt wat Ron allemaal heeft beleefd en hoe hij het heeft beleefd met name. Ja, hoe waardevol dat is voor ons als organisatie, maar zeker ook voor de spelers in de kleedkamer. AZ begint het Eredivisie seizoen dus zonder de geblesseerde Ron Vlaar. En de start verloopt niet vlekkeloos. De Alkmaarders beginnen in eigen huis met een handjevol supporters het seizoen tegen PEC Zwolle. Maar komen daarin niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Nog een keer Wijndal, balletje laag. En daar de poging van Wijndal, Zetterer. En dan zit hij binnen. Heeft AZ toch de gelijkmaker te pakken? Is het Boadu die je maakt halverwege de tweede helft? De eerste wedstrijd wordt gelijk gespeeld. En ook de tweede wedstrijd op bezoek bij Fortuna Sittard wordt niet gewonnen. En wellicht de laatste gelegenheid voor Fortuna. Sambu achter die bal aan. Dat is goed ingelegd voor Fleming. Fleming, het is 3-3. Het is 3-3. Krijgt Fortuna loon naar werk. Twee keer Fleming. Diep in blessuretijd wordt er gelijk gespeeld tegen Fortuna Sittard. En dus wil AZ zich die week erop revancheren op bezoek bij Sparta.
met een debuterende Jesper Karlsson. Abu Ghlal vraagt bij de tweede paal. Dat is een goede voorzet en het doelpunt. Uitstekende goal van Zakaria Abu Ghlal na een fijne voorzet van debutant Jesper Karlsson. AZ gaat de eerste helft vliegend van start in Rotterdam. Oh, hier is het al 2-0. Dat gaat snel. De Wit. En weer een assist voor Jesper Karlsson. Ik weet nog dat het een van de eerste wedstrijden was van Jesper. Die daarin ook meteen zijn visitekaartje afgaf. En ja, fantastisch spel liet zien. Kan hij ook schieten? Hij kan ook schieten. Jesper Karlsson raakt de lat. Nog voor rust loopt AZ uit naar een 0-4 voorsprong. En daar kan zelfs 0-5 van gemaakt worden. Nu kan Koopmeiners voor de 5-0 gaan zorgen, maar racht hij hem op de lat. Ik weet nog dat we vlak voor de rust nog een penalty kregen van Teun. En die schoot hij op de lat en die maakten we dan niet. Ja, en toen was het eigenlijk in de rust van oké, weet je, deze wedstrijd die gaan wij mogelijk wel naar 5-6, 7-0 spelen. We speelden de eerste helft echt top, denk ik. Gewoon 4-0 voor. En niks aan de hand. En toen, tweede helft ging eigenlijk alles mis wat mis kon gaan, denk ik. Ja. We weten allemaal hoe het geëindigd is, maar ja, een van de meest bizarre wedstrijden waar ik ooit heb mogen bij zijn. Oh, hij zit er wel in. Haroui scoort en zo is het 1-4. Abels van grote afstand en die jaagt hem er zo in. Wat is er met Bizot aan de hand? Sparta uit is voor mij gewoon geen topwedstrijd. Dat is het nooit geweest, elk seizoen niet. Dus uiteindelijk konden we vooraf onze leraar misschien wel uithalen. Had ik gewoon die wedstrijd nooit moeten spelen. Dus ik denk ook wel dat ik dat wel aangegeven dit seizoen. Of bij andere momenten. Zodra we bij Sparta uitspelen, dan stap ik er gewoon uit. En dat gaat hem gewoon niet worden. Dat, Ja, Meijers en Bizot strafschop. Daar komt de keeper van AZ tussen wallen en schip. Krijgt hij hier zijn tweede gele kaart, ook nog eens dat overmaat van ramp. En moet AZ verder met 10 man. Weer een rode kaart voor Bizot op het kasteel. Net als vorig seizoen. Dan kom je nog met 10 man te staan toen het 4-3 werd. Met de penalty. En ja, dan weet je gewoon van dat de kans heel groot is dat hij nog valt ook, de 4-4. En dan zit je er heel diep in op dat moment. Ja. Lennart T, die zit er wel in. En goed ook. Haroui tegenover Wijndal. Haroui is er langs. En levert ook al een aardige voorzet af. Vriends. En hier het schot. Daar is hij. 4-4. Sven Meinands. Je gelooft je ogen niet. Sparta knokt zich terug van een 4-0 achterstand. En staat inmiddels naast AZ. Het was echt te bizar voor woorden. En ik zal je zeggen, we hadden die wedstrijd ook nog kunnen verliezen. Want na de 4-4 kregen zij nog een behoorlijke kans op 5-4. Nou, dan, het was al te gek voor woorden, maar ik denk dat ik dan niet mee naar huis was gegaan met de bus, maar terug was gaan lopen of zo. Weer geen overwinning voor AZ, dat dus aan het seizoen begint met 3 gelijke spelen. Denk je op dat moment, waarom ben ik voetballer geworden? Nee, omdat dat is natuurlijk nog wel steeds het mooiste wat er is, vind ik. Maar ja, op dat moment denk je wel van, hoe kan dit nou gebeuren? En gewoon alles, die periode zat gewoon echt alles tegen, denk ik. Dus ja, dat is gewoon zonde. Het was gewoon een hele chaotische fase van het begin van de competitie. En er waren allerlei omliggende dingen die bewust, onbewust meespeelden. Ik heb nog meer bizarre wedstrijden meegemaakt, maar die leverden gelukkig een positief resultaat op. En dit was qua negatief wel de meest gekke wedstrijd. Er waren nog wat dingetjes voorgevallen met de voormalig trainer, waar ik gewoon echt niet mee eens was. Al die dingen hebben ertoe geleid dat voetbal is een gevoel. Je moet je ergens gewaardeerd voelen, je moet je ergens goed voelen. Wil je echt top kunnen presteren? Nou, ja, op dat moment was dat niet zo. Het enige lichtpuntje is dat debutant Jesper Karlsson met 2 assists meteen zijn visitekaartje afgeeft. En weer een assist voor Jesper Karlsson. Karlsson wordt aangetrokken als vervanger voor de vertrekkende Oussama Idrissi, die een mooie transfer maakt naar Sevilla. Tegelijkertijd heeft AZ ook weer met zijn scoutingsteam aangetoond hoe zorgvuldig ze te werk kunnen gaan. En Jesper hebben aangetrokken. Omdat Jesper in ieder geval tot op heden een schot in de roos blijkt te zijn met alles wat hij ons heeft gebracht dit seizoen. Kas. Bijna al buitenom, waar de Karlsson heel veel ruimte krijgt. En dan dit fantastisch doet. Een prachtige treffer waarbij deze aanname achter de standbeen langs in de lucht. En ook nog eens een keer bovenuit springt.
Volgens mij laten de cijfers zien dat hij natuurlijk heel productief is geweest. Maar voornamelijk vind ik het heel belangrijk dat hetgene wat wij hadden gezien met elkaar en met onze scoutingsafdeling, dat het een jongen is met potentie in de Zweedse competitie. Vooral laten zien, dan is het altijd natuurlijk afwachten of hij dat ook in de Nederlandse Eredivisie al kan laten zien. En of hij zich ook heel snel kan aanpassen aan het niveau. Ja, en dat is denk ik heel mooi om te zien dat dat gelukt is. En dan kan je achteraf met elkaar hartstikke tevreden zijn. Door het vroegtijdig wegvallen van Ron Vlaar en de al eerder vertrokken Stijn Wuitens versterkt AZ zich in de zomerse transferwindow ook nog met verdedigers Timo Letschert en Bruno Martins Indy. Die laatstgenoemde maakte in de thuiswedstrijd tegen VVV Venlo meteen zijn debuut. En ook in die wedstrijd geeft AZ in de slotfase op bizarre wijze een voorsprong uit de handen. Goed neergelegd en een goal! Ja! Lindhorst, het staat 2-1. Penalty. Die bal gaat op de stip. Omdat Bruno Martins Indy de overtreding maakt. De overtreding op Giacomakis. Ze zitten met z'n tweeën aan elkaars kledij te scheuren. Giacomakis. En prima ingeschoten. Het staat 2-2. Het is niet te geloven. Het was er weer één. Voor AZ. De vierde wedstrijd dit seizoen. Voor AZ. De vierde remise. Na vier gelijke spelen in de competitie maakt AZ zich op voor de eerste groepswedstrijd in de Europa League. En dat is meteen een lastige. De Alkmaarders beginnen met een uitwedstrijd tegen het Italiaanse Napoli. Dat zijn de wedstrijden die je in Europa wil spelen, tegen dat soort ploegen. En dat is ook wat je als voetballer mooi vindt. Nou, en ik denk dat Napoli ook wel qua geschiedenis in die zin een dusdanig grote club is dat we, ja, dat we daar heel veel zin in hadden. Dat we het zwaar zouden krijgen, dat wisten we. Ja, dus we hebben ook gesproken over het feit dat, weet ik nog terug te halen in de voorbereiding van die partij, dat het mogelijk een wedstrijd zou worden waarin wij wat minder de bal zouden hebben dan dat wij gewend zijn in de Nederlandse competitie. En dat dat dus ook weer een bepaald gevoel en bepaalde emoties met zich mee gaat brengen die van waarde zijn voor ons in onze ontwikkeling als team zijnde naar een hoger niveau. Waarin je moet realiseren dat je niet altijd de bovenliggende partij zult zijn. We zitten nu bijna halverwege de eerste helft en wat nog steeds 0-0 staat. Grote kansen. Ach, dat valt allemaal nog wel mee. Het is dit soort werk. Dan zie je dus ook op het moment dat je met elkaar vecht en je goed aan je afspraken houdt en blijft geloven in een goed resultaat, ja, waartoe je dan in staat bent. Want het was natuurlijk een fantastische aanval. Eigenlijk ook zoals we die vaak in de Nederlandse competitie ook terug hebben gezien. Met Jonas en een fantastische bal op Dani die hem weergeloos binnen schoot. En vervolgens gingen we als winnaar weer van het veld af. De Wit! Daar het 1-0 voor AZ! De 57e minuut en AZ opent hier de score. Waar ze alleen maar staan te verdedigen. En De Wit, nou, 10 seconden hiervoor nog ergens halverwege de eigen helft aan het poetsen was om verdedigend zijn steentje bij te dragen. Is dan op het juiste moment weer terug in die spitspositie. Suwara, Svensson, heerlijk teruggelegd. En De Wit met de 0-1. Volgens mij werden we ook in alle media daarna werden we Italiaanse Catenaccio ploeg genoemd. Want volgens mij hebben we inderdaad maar 1 of 2 kansen gehad. En hebben we daarna met man en macht lopen verdedigen om die 0 te houden. Nou, we kregen ook wel behoorlijk wat lof ook, hoor. Want ik ken wat Italiaanse journalisten. Die vervolgens mij in het traject voor die wedstrijd al contacten en met vragen zaten. En af en toe nog zoals wat tipjes gaven over Napoli. Maar ook Sam Lammers, een van mijn voormalige spelers van PSV die bij Atalanta zit. Die zocht eigenlijk vrijwel direct na de wedstrijd contact met mij. Omdat hij vanuit de Italiaanse media, maar ook zeker Italiaanse mensen om hem heen. Heel veel positieve kritieken kreeg over ons AZ wat Napoli had verslagen en de manier waarop. Dus we hadden indruk gemaakt. Gaat AZ deze wedstrijd winnen tegen Napoli? Die bal nog 1 keer voor. Daar de kopbal en die gaat over en naast. En dan is het wel gedaan, toch? Het is nog niet afgevloten. Ja, nu wel. Nu wel. En dit is een geweldig resultaat wat AZ boekt. Kijk, het is gewoon fantastisch om zulke wedstrijden te spelen. Überhaupt dat het tegen Napoli was natuurlijk een prachtig affiche voor ons. Doodzonde natuurlijk, hè, dat onze sporters daar niet heen kunnen reizen. Spelen we een keer echt zulke wedstrijden tegen zulke clubs, is er niemand. Dus dat was balen. Maar ja,
ik heb geen enkel moment het gevoel gehad dat wij daar niet konden winnen of geen resultaat konden halen. Ik denk dat we juist die wedstrijd als team hebben laten zien dat we gewoon echt 90 minuten lang gewoon heel goed kunnen verdedigen. En ook in de laatste minuut, als het spannend werd, dat we het gewoon vol konden houden. En ik denk dat die wedstrijd heel belangrijk was voor het verloop van het seizoen ook. Een paar dagen later gaat AZ vol goede moed op bezoek bij ADO Den Haag voor de vijfde competitiewedstrijd. Maar net als de vier voorgaande competitiewedstrijden gaan de drie punten niet mee naar Alkmaar. En het is raak. Michiel Kramer doet het. En weer en weer en weer overkomt het AZ. Een doelpunt in de laatste paar minuten. Het was gewoon telkens vanaf minuut 80 dat het spannend begon te worden. En toen scoorden ze telkens. Dus ja, dat was gewoon... dan denk je inderdaad wel wat je zegt op de terugreis van... Wat is dit nou? Hoe kan dit nou? Dat was gewoon een zware teleurstelling. Ook omdat je meer wilde dit seizoen dan vorig jaar. En dan stel je die doelen voor jezelf en als team. En als je dan gelijk aan het begin van het seizoen eigenlijk zo'n klap te verwerken krijgt, ja, dat was gewoon niet goed. Weer een voorsprong weggegeven tot twee keer toe in deze wedstrijd. En vooral opzienbarend omdat AZ in de eerste helft zo dominant was. Zoveel beter was dan een flats en ongeïnspireerd ADO. Het eerste wat ik in ieder geval dacht is dat we hadden nog niet verloren het seizoen. Dus ja, dat, als je het toch positief wil bekijken, dan was dat een puntje van positiviteit. Maar je denkt wel bij jezelf van, oh jee, dit kan natuurlijk een lastig seizoen worden. Je wist ook niet echt waar het aan lag, want we trainden gewoon goed, we gaven wel gewoon gas. Alleen het zat gewoon echt allemaal net tegen. En ja, ik denk niet dat je dat heel vaak meemaakt in een seizoen dat zoveel dingen tegen zit. Helemaal in het begin. Ja, het was... Als ik er nu aan terugdenk, het is echt te gek voor woorden dat we die punten hebben verspeeld. En aan de achterkant dan mogelijk ook wel tekortkomen. Als je zeg maar, dicht bij de nummer 2 of de nummer 1 komt, dat je dan denkt van als we nou in het begin die 5 wedstrijden gewoon hadden gewonnen, wat eigenlijk ook had gemoeten, dan was het seizoen denk ik ook nog heel anders gelopen. En zouden we misschien meedoen om het kampioenschap. Maar ja, dat soort dingen hou je altijd en daar baal je gewoon ontzettend van. Maar je ziet vervolgens ook, Vitesse heeft een vliegende start. Nou, Ajax was meteen vertrokken, dus met name het feit dat je om die bovenste plekken wil gaan spelen en zo lang mogelijk wil meedoen, ja, daar komen dan toch wel wat twijfels bij kijken op dat moment. Na het gelijke spel tegen ADO Den Haag worden de vier daaropvolgende competitiewedstrijden allemaal gewonnen. En na die goede reeks ontvangt AZ begin december Napoli thuis voor de één na laatste groepswedstrijd. Een belangrijk duel voor overwintering in de Europa League. We wisten van tevoren dat het heel zwaar zou worden. Als je in de pool zit met Real Sociedad, Napoli en Rijeka, dan weet je wel gewoon dat je... Het is mogelijk, dat zeker. Dat is het eerste ook wat ik dacht. Maar je weet wel dat het zwaar wordt. Napoli voor de eerste keer en dan is het ook gelijk raak. En is het... Mertens is een jubileumduel die in de 6e minuut Napoli op voorsprong zet. Ik vond dat we meer aan voetballen toekwamen, dat we ons aanvallend meer lieten zien. Nou, dan kom je 1-0 achter en dan weet je helemaal tegen een ploeg als Napoli dat het heel moeilijk gaat worden. Hier is Wijndal. Goeie bal van Wijndal en Ospina met de redding. Des te knapper vond ik het van ons dat we weer gelijk kwamen. Hoekschop richting de tweede paal. En Koopmeijers, dan zit hij erin. En dan is het gelijk 1-1. Nou, dan is het achteraf natuurlijk heel doodzuur dat ik die penalty mis, omdat dat een ronde door was verzekerd. AZ wil meer, want daar gaat Aboukhlal, penalty, strafschop AZ. Ja, dat doet hij slim, Aboukhlal. Koopmeijers, Ospina Koopmeijers en hij pakt hem. Hier is het gedaan, eindigt het in 1 tegen 1. Met name de eerste kwartier van de tweede helft. Toen was AZ flitsend begonnen. En hadden ze via Koopmeijers op 2-1 kunnen komen. Maar Koopmeijers zag zijn inzet vanaf 11 meter gepakt worden door Ospina. En dus voelt hij zich de slemiel. Hoe lang loop je nog met zo'n penalty in je hoofd dan daarna? Ja, ik moet zeggen dat altijd nog wel een tijdje bij blijft hangen. We hebben twee goede partijen gespeeld tegen Napoli. En de kans op winst laten liggen door het missen van die pingel. Maar vervolgens hadden we het nog in eigen hand toen we richting Kroatië gingen. Om daar met een winstpartij van het veld af te stappen. Maar voordat AZ afreist naar Kroatië is de wedstrijd tegen Napoli onverwachts de laatste van Arne Slot als hoofdtrainer. Hij wordt ontslagen omdat hij in gesprek zou zijn met Feyenoord. Assistenttrainer Pascal Jansen neemt sindsdien het stokje van hem over. Ik was onderweg naar de club en Max die had me gebeld, maar ik was even aan het tanken. Dus ik belde hem terug en...
Hij belt mij wel vaker, dus ja, ik bel hem gewoon even terug. En hij zegt, ben je al op de club? Ik zeg, nee. Ik zeg, ik ben onderweg. Nou, loop even bij mij binnen dan als je dadelijk op het trainingscomplex bent. Dus nou, is goed. En toen kwam ik hier beneden aan en toen was er al behoorlijk wat rumoer. Want Arne die was al, die was eigenlijk alweer vertrokken. En ik heb hem ook niet meer gezien. Maar vervolgens moest ik dus bij Max en bij Robert komen. En ja, toen werd me eigenlijk meteen duidelijk gemaakt wat er in het half uur daarvoor zich had afgespeeld. En hoe we verder gingen. En in hoeverre ik daarvoor open stond, ja of nee. Op de zaterdag dat hij ontslagen werd, kwam ik op de club. En toen hoorde ik al geroezemoes en dat er wat gaande was. Dat iedereen trainer had weg zien rijden. En het was natuurlijk de avond van tevoren al in de media gekomen dat hij zou vertrekken. In ieder geval dat hij rond was met in dat geval Feyenoord. Maar dat het dan vervolgens zo, allemaal zo in een stroomversnelling zou zijn. En dat je eigenlijk die ochtend om 11 uur op het veld staat met je nieuwe hoofdtrainer. Ja, dat was voor mij ook nieuw, omdat het mijn eerste keer was in mijn carrière. Ik heb daar voor de rest helemaal geen signalen van gekregen dat het eraan zat te komen. Behouden ze het feit dat ik de dag voordat het gebeurde wel verschillende dingen in de media zag verschijnen. Geruchtenmachine kwam op gang. En ik mezelf nog wel de vraag gesteld, zal ik daar vandaag nog even contact over zoeken met Arne? Want het werd steeds hardnekkiger. Maar dat vervolgens ook gelijk weer een plek heb gegeven, omdat ik voornemens was om die dag daarna gewoon even face-to-face met Arne daarover te spreken. Om te kijken van ja, wat is daarvan waar? Hè? Speelt er überhaupt iets? En mogelijk dat hij dan iets kwijt zou willen. Maar dat was eigenlijk het idee wat ik erbij had. Er is veel over gesproken en veel over gezegd. Dat is ook zo. Heeft ook geen zin meer voor mij om daarop op terug te blikken. Die periode hebben we aangegeven wat de redenen zijn geweest voor die keuze. We zijn eigenlijk vrij snel vanaf dat moment natuurlijk weer direct bezig gegaan met de toekomst. Ja, en daar zit ik op dit moment nog steeds zo in. We kijken vooruit, we kijken niet meer terug. En het heeft uiteindelijk de kans geboden aan een nieuwe trainer. Die overigens natuurlijk al wel binnen de organisatie werkzaam was. Maar ja, als je ziet hoe die dat op heeft gepakt, dan kun je niks anders dan heel tevreden daarover zijn. Dus die heeft zijn kans daarin wel gepakt. In die zin jammer, omdat ik altijd goed in die zin jammer voor de oud-trainer, omdat ik daar altijd prettig mee gewerkt heb. En ja, je moet ook weer doorschakelen. En helemaal als aanvoerder moet je ook weer de ploeg rustig houden. En moest je al gelijk uitkijken naar die wedstrijd die de dag daarna instond. Opstelling van AZ op 2 plaatsen gewijzigd ten opzichte van de wedstrijd in de Europa League tegen Napoli. Dat heeft hij allemaal doorgevoerd. Pascal Jansen, die aan zijn klus als hoofdcoach van AZ gaat beginnen. De zondag spelen we tegen Groningen. We staan 1-0 voor. Er is eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. En die wedstrijd die kantelt op het moment dat er wederom een rode kaart valt. En je verliest hem ook. Hier is El Mesoudi. Tegendraads ingeschoten en weer zo'n slimme goal van El Mesoudi. Vervolgens gaan we richting Kroatië, waarin we het in eigen handen hebben om te overwinteren. Dus er staat ook meteen weer heel veel druk op die wedstrijd. Daar komen de spelers van AZ het veld op voor de laatste wedstrijd in groep F van de Europa League. Alle kans dus nog voor AZ om zich te plaatsen voor de knock-out fase van die Europa League. Maar dan heeft het wel een resultaat nodig vanavond. Wat kan Boadu hiermee? Neemt hem goed aan en krijgt die bal ook tussen de palen. Zijn eerste Europese wedstrijd als hoofdtrainer van AZ, Pascal Jansen. Deze wedstrijd had je wel het gevoel van, we zijn gewoon de betere partij. Alleen, dat soort wedstrijden zijn wel vaak lastig. Tegenstander zakt veel in. Je moet echt een gaatje hebben en een beetje misschien een geluksmomentje dat je een goal maakt. En die bleef uit en dan scoren zij ook nog de 1-0. Had Sidiakos. AZ kan niet onderscheppen en dan is Rijeka weer weg. Bizot lijkt wat uit positie. Bizot is gezien. Het is 1-0 voor Rijeka. Wij wilden als goede voetballers, mooi voetbal, het via de mooie manier wilden wij die wedstrijd winnen. Maar goed, ja, in zo'n fase, met zulke wedstrijden tegen zulke tegenstanders, is dat gewoon niet hetgeen wat er gevraagd wordt. Boadu dacht aan een omhaal, potje zit voetbal. En oh jongen toch, dat moet de 1-1 zijn. Gudmundsson, hoe krijg je het voor elkaar? Heeft dan niet de rust om die bal binnen te schieten. Wat een gigantische mogelijkheid voor Gudmundsson. AZ heeft het laten liggen, hier is het laatste fluitsignaal. AZ redt het niet, is uitgeschakeld in de Europa League.
omdat het totaal onnodig verliest in Kroatië. Dat komt wel even aan, want Europa zit erop. Eerste wedstrijd onder mijn leiding werd verloren. Nou, dan gaan er wel een aantal emoties door je hoofd dat je denkt, oké, maar we moeten wel even zorgen dat we de hoofden bij elkaar houden. En ons goed oprichten. En richting de competitie weer beter gaan presteren. Je moet ook niet alles willen verklaren. Dus je moet ook niet alles aan elkaar willen koppelen. Van komt het nou allemaal door dit en bla bla bla. Maar het is wel denk ik goed om even met elkaar te evalueren. Van oké, wat gaan we op dit moment? Hoe staan de koppen ervoor? En hoe willen we verder? En helemaal in dat geval omdat er ook een nieuwe trainer kwam. Hoe gaan we dat doen? Een belangrijk eikpunt is het ontbijt naar de wedstrijd tegen Rijeka. Dus toen heb ik bij terugkomst in het hotel heb ik een hoop dingen laten passeren. Ik ben al beelden gaan kijken, maar ik ben ook gaan analyseren van oké, wat is er nou eigenlijk allemaal gebeurd? Los van het tumult van de afgelopen dagen, maar welk proces speelt zich er nu af? En waar moeten wij gewoon een kentering brengen of veranderingen aanbrengen? Een van de dingen die daar ook naar voren kwam, was het aantal kaarten. Wat wij tot op dat moment al hadden opgelopen. Jesper Karlsson moet er met een directe rode kaart vanaf. Ik meen dat wij ruim in de 20 zaten als het ging om gele kaarten al tot dat moment. En een partij rode kaarten. Dus dat was voor ons, voor AZ en ons type spel en waar wij voor staan, onze waarde, was dat iets wat gewoon echt onacceptabel is. En dat moest en zal gaan veranderen. De hoeveelheid kaarten die wij pakten, ook gele kaarten, dat was gewoon veel te veel. En dat heeft ons ook in die gelijke spelen de das om gedaan. Volgens mij hebben we daar ook tijdens die eerste 5 wedstrijden ook een hele hoop rode kaarten gepakt. En dat waren ook hele ongelukkige rode kaarten waar jongens totaal geen opzet bij hadden. Alleen ja, ze vielen wel. Dus dat is volledig aan onszelf te wijten. Dus daar hebben we wel over gesproken, ja. Een mooi voorbeeld vind ik dan bijvoorbeeld dat Owen Wijndal, wat een hoop mensen misschien zich niet realiseren, die staat al wekenlang staat hij op scherp om bij de eerstvolgende gele kaart geschorst te raken. En dat was een jongen die dus ook in die fase regelmatig nog wel eens een kaartje opliep. Maar we hebben het vrij goed voor elkaar gekregen door daar de kaarten drastisch terug te dringen. En helaas in die eindfase dan nog wel 2 keer een rode kaart oplopen. Weliswaar iets wat ongelukkiger als je het mij vraagt. Maar ik heb wel begrepen dat we de ranglijst aanvoeren als het gaat om het aantal rode kaarten. De ranglijst aanvoeren in de competitie lukt AZ niet. Maar de allereerste topper in de maand januari wordt wel gewonnen op bezoek bij PSV. Koop Meijners. En dat is onberispelijk. En Vogel in de ene hoek, de bal in de andere. En AZ leidt in Eindhoven. Wild uitkomen van Mvogo zorgt ervoor dat AZ aan de leiding komt. Koop Meijners. Ja, die gaat erin. Koop Meijners met zijn tweede. Een hele subtiele voetbeweging. En in de fase waarin AZ beter en beter wordt, slaat het ook voor de tweede keer toe. Weer Koop Meijners. We gingen met 0-2 de rust in. En vlak na de rust krijgen zij een vrije trap die wij onnodig weggaven. Maar die schoot Max vrij aardig binnen. Ja, dan weet je, dan gaat het stormen daar. Dus de druk ging toenemen. Maar als ik zie en terugdenk hoe mijn jongens die wedstrijd hebben beleefd, vrijwel geen kansen meer weggegeven en vervolgens zelf nog de derde goal prikken, waardoor je daar terecht als winnaar van het veld stapt. Stenks schiet hem erin via deze en dan is het alsnog beslist. We hebben natuurlijk vorig seizoen ook laten zien dat we tegen toppers gewoon heel goed kunnen presteren. En dat was dit seizoen weer een moment om dat te laten zien. En ik denk dat we dat tegen PSV en tegen Feyenoord ook allebei 2 keer heel goed hebben laten zien. Want een week na de overwinning in Eindhoven gaat AZ op bezoek in de Kuip. Jesper Karlsson, Stenks ligt op snelheid, wordt nu bediend. Kelvin Stenks, dit is het moment om toe te slaan voor AZ. Boadou, en wat een mooie goal is dit voor AZ. Weer Myron Boadou. En daar is dan alsnog de derde voor Alkmaars aanstreek. Schitterende aanval. Vertrouwen in onze ploeg was er in dat op zich wel. Alleen ja, dat gaat natuurlijk altijd wel gepaard met het resultaat. Of het naar iedereen ook zo uitstraalt. En uiteindelijk kan je vertrouwen hebben, maar het belangrijkste is wel dat je wint. Nou, en die topwedstrijden geef je nog wel een extra goed gevoel. Niet alleen het team begint in het tweede seizoen zelf steeds meer vorm te krijgen. Ook de renovatie van het stadion is in de laatste fase terechtgekomen, met het plaatsen van de megatrus als absoluut hoogtepunt. Eind maart werd de constructie op het stadion gehesen, waar uiteindelijk het nieuwe dak aan vast moet komen te zitten. Ik heb die megatrus letterlijk voor mijn raam opgebouwd zien worden.
En wist ook dat dat met twee kranen uiteindelijk over het pand gehesen zou worden en vastgemaakt zou worden op de constructie, op de bokken. Ja, daar kon ik me niks bij voorstellen. Uiteindelijk de dag zelf en live natuurlijk de beelden gezien. Hoe men dat voor elkaar heeft gekregen, dat was erg indrukwekkend. Maar daar kon je wel zien dat men volledig onder controle was met het hijsen daarvan. Ik vond het zelf heel spannend, alleen de mensen die erover gingen volgens mij een stuk minder. We hebben er nu al een paar keer gespeeld. Het is echt zeer indrukwekkend. Ik wil ook wat dat betreft mijn waardering en de complimenten geven aan het managementteam ook en de directie. Hoe knap ze dat hebben opgepakt. Kijk, wij hebben de dingen op het veld gedaan, ook vorig seizoen, hè, door uit te wijken naar Den Haag. Als je ziet wat er nu staat, joh, dan ben je als AZ daar ben je natuurlijk enorm trots. Het stadion is prachtig geworden. Ik vind het ook nog meer een stadion geworden met alle witte pilaren eromheen. Maar ja, inderdaad, als het publiek er weer bij komt, dan gaat het weer echt als een voetbalwedstrijd voelen. Ja, hoe raar was het om zo lang eigenlijk ook natuurlijk in Den Haag nog een tijdje gevoetbald. Ja, kun je überhaupt nog een wedstrijd volle bak herinneren toen het dak er nog op zat? Een normale wedstrijd? Ja, bijna niet meer. Ik weet ook, je kan mijn lek schieten welke wedstrijd dat was. En in die zin is het wel heel jammer dat we als ploeg de afgelopen twee jaar in die zin wel heel goed gepresteerd hebben voor een club als AZ. En dat we hele mooie wedstrijden hebben meegemaakt. Alleen dat dat of met een leeg stadion was of in het Den Haag stadion, hoe goed we er ook zijn opgevangen. Ja, het liefst hadden we dat natuurlijk allemaal. Achteraf zeg je dat het is zo jammer dat we dat niet gewoon in Alkmaar hebben kunnen hebben. Als de eerste wedstrijd straks gespeeld gaat worden, hopelijk met volledig vol stadion, dan denk ik dat het tijd rijp is om eens een keertje terug te blikken wat er allemaal gebeurd is sinds 10 augustus 2019. Want dan zal het bijna twee jaar geleden zijn als het zover is dat ons overkwam. En er is natuurlijk heel veel gebeurd en het is heel makkelijk dat als je het eindresultaat ziet om weer over te gaan tot de orde van de dag. En dat moeten we ook vooral doen, maar ja, er is natuurlijk wel het een en ander heeft zich daar plaatsgevonden in de afgelopen twee jaar. Eigenlijk vanaf moment één dat wij, of tenminste dat ik het stadion instapte en eventjes naar buiten liep door de catacomben en even om me heen keek, dacht ik weer van ja, weet je, ons huis, ons thuis wordt weer hersteld, wordt weer gemaakt. Ik hoop toch wel heel snel weer terug te gaan naar de oude situatie met een vol stadion en ambiance. Dat doet heel veel. Ik heb dit jaar wel eens een tweede helft, bij wijze van spreken, gewoon in mijn kantoor gekeken. Omdat de temperatuur wat onaangenamer werd. En ik dacht, ja, ik hoef ook niet voor de sfeer buiten te zitten. Dus ik kan net zo goed op kantoor gaan zitten met een kop koffie erbij. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling dat het komende seizoen ook er zo uit komt te zien. Dit seizoen, dat er gewoon echt helemaal niemand op de tribune zat, ja, dat is, ja, dat slaat eigenlijk gewoon echt helemaal nergens op. Dat is zo zonde, is zo jammer. Ik denk ook echt dat voetbal is een gevoel, hè, wat je ook deelt met de mensen die op de tribune staan, de mensen die thuis zitten te kijken. Ja, zonder die mensen dan is er gewoon een heel ander soort sport, een heel andere beleving, een heel andere wereld. Wij hebben inderdaad maar één wedstrijd thuis kunnen spelen met beperkt publiek. Dus zelfs, zeg ik maar eventjes, onze vaste groep die altijd naar het stadion komt, de seizoenkaarthouders, ja, die hebben we niet eens kunnen met één wedstrijd kunnen faciliteren. Dus dat is heel spijtig. Maar goed, dat is de situatie, dat is buiten ons om, is dat uiteindelijk zo ontstaan. Kunnen we ook niks aan doen. Ik hoop alleen wel dat we het komend seizoen echt wel in een andere situatie terecht gaan komen. Want dit is natuurlijk voor het betaald voetbal op deze manier ook niet vol te houden. Een topwedstrijd om naar uit te kijken. U ziet onder in beeld nog even de opstelling van AZ. De spelers van Pascal Jansen zijn dus al op het veld. Bij de megatrus op het stadion gaat AZ de laatste fase van de competitie in. Waarbij plek 2 steeds meer in zicht komt. In speelronde 27 ontvangen de Alkmaarders in eigen huis nummer 2 PSV... Bij winst komen ze met een minder doelsaldo gelijk te staan met de Eindhovenaren. Karlsson tegenover Dumfries. Jesper Karlsson, verre hoek. Nee, korte hoek. Dat is de verrassing en de voorsprong. Voor AZ al in de vierde minuut is het raak. Negende doelpunt van het seizoen voor Jesper Karlsson. Boadu meteen opgezocht door viergever. Nu is hij los. Overtreding, maar ga maar door, zegt Hichler. Want Stengs heeft de bal en hier is vrijheid. Bij Karlsson.
neerleggen voor Koopmeiners. En die racht hem erin. 2-0 voor AZ. Maar 3 speelrondes voor het einde lijkt AZ toch definitief af te haken in de strijd om plek 2. In de Johan Cruijff Arena met 7.500 Ajax-fans doet AZ zichzelf vooral in de tweede helft tekort. Klaassen maakt er ook 2-0 van. In de uitwedstrijd tegen Ajax, de eerste helft, waren we wel erg goed. Alleen dan moet je het afdrukken, want anders weet je dat je misschien tegenkrijgt. En ik denk dat dat gewoon vooral van dit seizoen tegen Ajax was dan dat je zelf echt top moet zijn en wil je van zo'n ploeg, zo'n team winnen. Wat maakt dan het spelen tegen Ajax zo lastig dit seizoen? Poeh. Ja, want we hebben ze alle 3 verloren. Zowel de competitiewedstrijden als de bekerwedstrijd. Ik vond ons niet helemaal onszelf in de bekerwedstrijd en de eerste wedstrijd die we dan in Alkmaar speelden. Het was nog redelijk aan elkaar gewaagd bij fases in die wedstrijd. Maar Ajax was meedogenloos in de afwerking. Tadić, hij geeft hem aan Neres. En daar is dan wel de doelpunt van Neres. Maar de wedstrijd die we dan in Amsterdam spelen, zeker het eerste uur, ja, dat heeft me enorm tevreden gestemd. Alleen, wederom een topwedstrijd, wat ik net al schetste in de partij tegen Kiev, ook voor de Champions League. Dan gaat het op één moment gaat het mis. Ik weet nog heel goed, we waren zelf in de aanval, we verspelen die bal. Ze ontsnappen met een bal die ze richting de spits Haller spelen. En dan komt de routine en de ervaring van Bruno komt om de hoek kijken. En die heeft op dat moment gewoon ingezien dat dat moment eigenlijk doodgemaakt moet worden. Dus die maakt een zeer goede overtreding. En dan ligt het spel ligt dood, dus wij kunnen ons op dat moment weer hergroeperen. Alleen we zijn iets te braaf in het afstaan van de bal. En de vrije trap wordt snel genomen en onze rechterkant ligt open. En vervolgens worden we meteen afgestraft. Dus dat zijn dan wel weer van die lessen die je trekt. Maar het is dan wel vervelend dat we dat niet meer kunnen omzetten in voor ons een positief resultaat. In de 4 resterende wedstrijden verspeelt AZ alleen nog in de 1 na laatste speelronde. 2 dure punten op bezoek bij FC Groningen. Hangt veel af van deze trap van Mietje. Bijna de tweede ring ingeschoten door Koopmeiners. Het lukt AZ niet om te winnen van FC Groningen. En omdat PSV wel wint, is de race om voorronde Champions League gelopen. Die 1 laatste wedstrijd tegen Groningen. Als we die goal maken binnen het eerste kwartier, die bal op de paal onder andere. En nog een grote kans van Zakaria volgens mij. Dan denk ik dat Groningen ook van hun strijdplan moet afwijken. Daar waar ze de ruimtes extreem klein wilden houden en dat het best lastig spelen is. Houden wij hun in de wedstrijd? Nou, dan gaat het er wel om. Dan moet je top zijn. Of je moet op zoek gaan naar het geluk. En kijken of je toch vanuit een iets andere situatie toch een goal kunt maken. Nou, dat is ons in Groningen niet gelukt. Kun je jezelf nog wat kwalijk nemen in die laatste fase? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we de wedstrijd hebben gewonnen die we gewoon moesten winnen. En ik denk dat de enige wedstrijd, dat is zeg maar Groningen uit. Dat was een van de laatste wedstrijden dat we die niet over de streep hebben getrokken. Ik denk dat je daar heel erg van baalt. Omdat je dan weet dat de laatste speeldag echt heel erg spannend wordt, omdat PSV uit naar Utrecht moet. En je hebt ook gezien dat ze daar gelijk hebben gespeeld. Dus ik denk dat ik daarvan het meest baal. Dat we Groningen uit niet hebben gewonnen. Het grootste probleem is dat wij die topwedstrijden, alles, die kunnen we, nou ja, bij wijze van spreken, kunnen we lachend winnen als we... Als we daartoe in staat zijn. Maar het gaat juist om die andere wedstrijden die je verplicht moet winnen. Maar ja, die wij dan dit seizoen verloren helaas of gelijk hadden gespeeld. Ja, dat zijn de belangrijkste potjes. Want uiteindelijk ben jij de top 3 van Nederland. Dus eigenlijk heb je maar 2 concurrenten. En je hebt 14, 15 andere clubs die je moet winnen. Dus dat zijn veel meer wedstrijden die je moet winnen verplicht dan dat je tegen de toppen speelt, zeg maar. Dus dat is veel lastiger. Kun je blij zijn uiteindelijk met plek 3? Vandaag gaat het iets beter. De afgelopen dagen had ik daar nog wat meer moeite mee. Maar gisteren zijn er ook verschillende mensen aan het woord geweest die echt ook hebben gezegd van nou weet je pas, als je ziet waar wij vandaan komen en je had ons dan gevraagd van einde van het seizoen staan we op plek 3. Dan hadden we daar blind voor getekend gezien de start van het seizoen. Ik zeg ja, dat snap ik. Maar dat maakt het niet minder fraai ten aanzien van wat we hadden kunnen bereiken als we echt tot en met die laatste speeldag de druk erop hadden gehouden. We zijn ingelopen op PSV, uiteindelijk op 1 punt genaderd. Het is niet genoeg geweest om ze voorbij te gaan. We stonden er na 5 wedstrijden 7 achter.
Nou, Feyenoord was een van de andere clubs waarvan je weet, die spelen ook altijd om de bovenste plekken. Ja, daar stond je ook 7 punten op achter na 5 wedstrijden. Volgens mij zoals 6 punten. En uiteindelijk sta je er nu 12 op voor. Dus dan heb je er 18 ingehaald. Ja, daar kan je tevreden over zijn. En Vitesse, wat natuurlijk gewoon een hartstikke goed seizoen heeft gedraaid. Ja, die hebben we ook ingehaald. En uiteindelijk zijn we daar 10 punten boven geëindigd. Dus al met al denk ik dat wij genoegen moeten nemen met die derde plek. En dat dat een prima prestatie is voor dit jaar.